Vertellen vertellen over de systeemstudie waterveiligheid. Um, deze systeemstudie heeft eigenlijk al best wel veel uh, namen gehad, eigenlijk omdat het best wel, ja, wat Bas ook net uh, al duidde, een complex onderwerp uh, wat we ook zo breed mogelijk eigenlijk in deze studie willen aanvliegen. En dat maakt het af en toe een beetje moeilijk om ook een naam te vinden die en de inhoud dekt en ook een beetje pakkend blijft. Um, dus wij zijn nu wel tevreden met deze naam, maar om alvast wat denkvoer te geven. Uh, we staan ook wel open voor uh, uh, ja, suggesties uit het publiek. Dus uh, als er aan het eind van de presentatie eentje is, dan uh, hoor ik het graag. Nou, ik wil uh, eigenlijk beginnen, voordat ik meteen overga naar het doel en een uh, eventuele probleemstelling. Uh, om uit te leggen wat uh, we nou bedoelen met dat waterveiligheidssysteem. Want dat is eigenlijk al waar de complexiteit uh, een beetje begint. Het is namelijk al complex van zichzelf. Er zijn verschillende processen betrokken, verschillende assets. Um, en ook voor elk waterschap is het bijvoorbeeld ook weer even anders, of voor de provincie bijvoorbeeld ook. Het is wel handig als we daar een uh, goed beeld van hebben. Uh, dus we hebben voor Rijnland hier proberen te definiëren, uh, als bestaande uit twee onderdelen: uh, het stelsel van waterkeringen en de daaromheen gevormde processen uit de waterveiligheidscyclus. Het stelsel van waterkeringen dat bestaat dan uit uh, grondlichamen, kunstwerken, bijzonder waterkerende constructies. is dus in de bovenste figuur te zien. Ik denk niet dat het heel goed te lezen is op dit moment. Uh, maar ik ga in de volgende slide ga ik hier nog eventjes uh, verder op in. Dus uh, dat komt goed. Um, dan heb je dus nog de daaromheen uh, opgezette processen uit de waterveiligheidscyclus. Onderste figuur, als het goed, is ook wel bekend. Bas had het net ook al even laten zien. Um, en die zijn eigenlijk opgezet om uh, er ook voor te zorgen dat dat stelsel van waterkeringen blijft bijdragen aan de waterveiligheid. Nou, ik zei net dat ik even zou inzoomen op het stelsel van waterkeringen bij Rijnland. Um, we hebben uh, 42 kilometer primaire kering langs de kust, dus van Emuiden tot Wassenaar. We hebben nog 4 kilometer uh, kering bij Gouda, maar het uh, overgrote deel van de keringen is uh, regionaal. Uh, we hebben drie types, dat zijn boezemkades, polderkades en Dat zijn de keringen die ook vaak uh, direct waterkerend zijn. Uh, Pijlschijningen af en toe, boezemkades, polderkades eigenlijk vrijwel altijd... Uh, dan hebben we nog landscheidingen en noodwaterkeringen, die zijn dus uh, vaak juist niet direct uh, waterkerend. Uh, zoals je in het plaatje kan zien, uh, dat zijn de boezemkades en polderkades. Uh, oranje, nou ja het lijkt alle twee net een beetje oranje zie ik, een beetje roodachtig oranje, is de boezemkade. Gelig, dat is uh, de polderkade. En dat is bij elkaar zo'n uh, 1200 kilometer, dat is dus het grootste gedeelte van ons gebied ook. Um, dan uh, ga ik naar de scope, nu we een beetje een duidelijk beeld hebben, hopelijk, van het waterveiligheidssysteem waar ik het over heb. Um, hier zie je het stelsel nog een keertje terug. Uh, we willen focussen op de boezemkade, polderkade, land- en pijlscheidingen. En uh, qua waterveiligheidscyclus willen we dus focussen op het aanwijzen en normeren. En Bas heeft net al een beetje verteld wat dat uh, precies inhoudt. Dat ga ik nog heel kort herhalen. Het aanwijzen is eigenlijk het geven van een... Ja, status als kering aan een kaderscheiding op basis van ja, maatschappelijk belang. En bij het normeren geef je daar eigenlijk een soort van nuancering aan door ook een, een, een norm te geven op basis van maatschappelijk belang. Ja, dat is met je overstroming uh, simulatie, je schadeberekeningen en dan vervolgens uh, een indeling in ipo klassen um, Dan komen we bij de probleemstelling. Um, waarom nou deze scope? Nou, sinds 2005 zijn de status voor normen regionale waterkeringen niet meer in zijn geheel herzien, terwijl er wel verschillende ontwikkelingen zijn geweest die invloed hebben op hoe ze uh, bepaald zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, nieuwe overstromingssimulaties zoals Tigron, denk aan uh, bodemdaling uh, of, of nieuwe data over bodemdaling, over klimaatverandering, waardoor eventueel het pijl, uh, kunnen we het pijl wel blijven hanteren op deze manier. Uh, en ook ruimtelijke ontwikkelingen die ook allemaal weer leiden tot ja, nieuwe schadeberekeningen. Dus een, uh, een actualisatie is een ja, logische volgende stap natuurlijk, uh, maar er zijn ook ontwikkelingen betreft ja, nieuwe ambities en doelstellingen, zoals uh, bijvoorbeeld nieuwe nota's. Denk aan uh, uh, klimaatadaptatie wat nu een grote rol gaat spelen, aan uh, ook het, het, het meer sturend maken van water. Uh, in de omgeving. En uh, al die ambities en doelstellingen zorgen dus ook weer voor ja, een nieuwe blik op het watersysteem, ook wel op het waterveiligheidssysteem en dus ook uh, mogelijk op het aanwijzen en normeren. Om een voorbeeld te geven, moeten we niet inderdaad uh, meer de oplossing zoeken in de ruimtelijke ontwikkeling en uh, niet zo snel meer in de kering, of in meerlaagsveiligheidstermen veiligheidstermen is dat dan hè? Uh, meer je oplossing zoeken in laag 2 dan 1. Ja, Bas het natuurlijk ook al even over en Erwin gaat dat straks ook eventjes over hebben, over meer klimaatbestendige inrichting. Um, nu, um, voordat we gaan actualiseren, willen we dus met deze studie eigenlijk uh, kijken hoe we invulling willen geven aan die processen van dat aanwijzen en normeren, om ook echt te zorgen dat... Oh, <laughs> het klonk even alsof er iets fout ging, maar... Uh... Oh ja... Yeah. Um... Om ook te zorgen dat deze ontwikkelingen die hier nu allemaal zo opgestapeld staan ook echt uh, allemaal meekomen in de studie, um, dat, dan kom ik bij het doel. Dat is het leveren van aanbevelingen voor de invulling van het aanwijzen normeren van regionale waterkeringen om het waterveiligheidssysteem aan te laten sluiten bij ontwikkelingen. Dus eigenlijk een soort van voorbereidingslag op je actualisatie. Ik zeg aanbevelingen omdat de provincie natuurlijk aan de lat staat voor uh, het, het, het vaststellen van status en norm. En uh, wij proberen op deze manier dan ook uh, proactief een beetje invulling te geven aan onze adviserende rol. Um, nou, kan ik me voorstellen dat je dit doel een tweede keer moet lezen en dat je misschien denkt, het beetje, is een beetje vaag nog. Wat bedoel ik namelijk met aanbevelingen, met invulling, met ontwikkelingen? Nou, dat klopt, het is inderdaad een beetje vaag nog, is wel uh, bewust voor gekozen. Um, we wilden namelijk niet het doel meteen al helemaal uh, afbakenen. Uh, om zo toch uh, uh, zo, uh, dit complexe onderwerp zo breed mogelijk aan te vliegen. En ook te zorgen dat dus al die ontwikkelingen en uh, het oog voor het hele watersveiligheidssysteem, uh, dat dat geborgd is. Even kijken. Ja, dat kan ook dus betekenen dat we, we gaan er een beetje in gaan. En we weten niet precies wat we gaan tegenkomen. We weten dus ook nog niet precies wat er gaat komen. Maar we hebben wel een algemene aanpak. Uh, het is een gefaseerde, gefaseerde aanpak. Drie fases willen we doorlopen. Uh, aan het eind van elke fase willen we een product opleveren dat in 2000, uh, of tenminste dat in het jaartal dat eronder staat, uh, opgeleverd wordt. Uh, en, uh, ik zal ze even snel langsgaan. Fase 1, dat is het evalueren van de huidige invulling van het aanwijzen en normeren. Eindproduct, een overzicht van gehanteerde uitgangspunten en knelpunten. Ik ga er straks nog even op in hoor. Dus, uh, fase 2, verkenning. Uh, dat is het verkennen en uitwerken van mogelijkheden voor het invullen van het aanwijzen en normeren. Krijg je een overzicht van te houden en uh, mogelijk aan te passen punten. En als laatste het voorstel, dat is het maken of voorleggen van keuzes om te komen tot uiteindelijke aanbevelingen, Dan krijgen we een overzicht van aanbevelingen. Um, we zijn nu uh, midden in fase 1. En ik wil dus daarom ook een aantal bevindingen die, to die we tot nu toe hebben gevonden uh, delen om toch een soort van beeld te krijgen van uh, wat doen we nu. Um, wel een kleine disclaimer daarbij, want uh, we hebben op dit moment. Uh, zijn dat de bevindingen die we in ons eigen team hebben gedaan. We hebben het nog niet intern of extern uh, ja, voorgelegd. Dus we hebben het nog niet voorgelegd voor uh, eventuele reflectie... of aanvullingen, bijvoorbeeld met de provincies. Um, dus dat. Uh, het is echt een soort van concept. Dus ik heb mezelf nu een beetje ingedekt op die manier. Dus dan kan ik weer verder. <laughs> um, nou, we hebben, enerzijds hebben we... Um, een overzicht van gehanteerde uitgangspunten gemaakt. Dat houdt in uh, dat we uh, de huidige uitgangspunten overzichtig hebben gemaakt betreft je veiligheidsbenadering, dus je ecosystematiek, dus uh, modellen en data die je gebruikt voor je schadeberekeningen, uh, de bestuurlijke en beleidsmatige keuzes en ook de watersysteemkeuzes. En uh, daarnaast hebben we ook een tijdlijn gemaakt van 2005 tot nu, uh, om eigenlijk ook de keuzes in de tijd uh, weer te geven. Om een voorbeeld te geven, er is op een gegeven moment een uh, bestuurlijke keuze geweest. Uh, om alle uh, keringen boven een IPO klasse 3 te normeren. Vanwege uh, dat uh, iedereen recht heeft op een soort van basisveiligheid. Um, op een gegeven moment is die weer teruggedraaid. Naar IPO klasse 1 en 2 zijn we weer heringevoerd. En uh, om, die, om zulke keuzes toch uh, erin eh, uh, te krijgen, hebben we de tijdlijn. Dan hebben we, daarnaast uh, zijn we bezig met een uh, knelpuntenanalyse. en um, we hebben daar dus een aantal knelpunten uitgevonden. Ik ga er een aantal voorbeelden uitgeven. Het eerste wat we hebben gedaan is een aantal polders uitkiezen um, om te kijken of dat beeld wat we dus in de vorige slide hebben gevonden, of dat ook, uh, <coughs> excuseer, ook uh, terug in het veld te vinden is, dus in de status en norm van uh, waterkeringen. Um, nou, daar ga ik even langs. Het valt in ongeveer vier uh, categorieën op dit moment in te delen. De eerste categorie is gebrek aan uitgangspunten. Dat we hebben gezien. Hè? Ik had net al over het aanwijzen dat wordt gedaan op basis van maatschappelijk belang. Maar wat is nou precies dat maatschappelijk belang? Je zou kunnen zeggen wanneer, er een over, wanneer de kering een overstroming voorkomt. Maar wat is dan precies een overstroming? Hoeveel centimeter vinden we iets een overstroming? Of moeten we misschien, um, is het misschien al zo dat de kering, als die wateroverlast uh, voorkomt, dat die een status moet krijgen? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen waar we geen duidelijk antwoord op hebben gevonden. Waar we dus eigenlijk een beetje uitgangspunten missen. Bijvoorbeeld de methode van borging: wil je hem in je legger? Of wil je het inderdaad in een andere laag oplossen? Dus dat vinden we op dit moment. Gebrek aan bruikbare data. En daarmee bedoel ik um, data die meteen gebruikt kan worden om een, uh, een beeld te vormen van je status en norm in het veld. Um, of überhaupt uh, voor je schadeberekeningen. Bijvoorbeeld als je de inundatie wil zien, dan moet je al verschillende data combineren om uiteindelijk tot een soort van laag te komen waar je, je inundatie op goed op kan zien. Of bijvoorbeeld wat Bas, waar Bas het over had, voor je ruimtelijke ontwikkelingen. Misschien wil je een soort van kaart hebben waarbij je direct het effect van een ruimtelijke ontwikkeling op je norm ziet. Uh, ja, dat zijn uh, ja, inzichtelijke uh, punten die verbeterd kunnen worden. Dan nog een uh, gebrek aan traceerbaarheid. Uh, het is niet altijd traceerbaar um, wat de status en norm van een kering nou is. Hoe, hoe komen we daar uh, op? Dan bedoel ik, als je bijvoorbeeld kijkt naar je schadeberekening uit 2005, als die niet overeenkomt met wat je ziet in het veld, dan is het heel moeilijk om te weten wat, wat voor keuze er nou ten grondslag heeft gelegen aan ja, wat je dan op dat moment ziet in je status en je norm. Um, dus dat is een puntje. En al deze de eerder genoemde knelpunten die maken het al lastig om überhaupt te weten of je staatsnorm nog actueel is. Er zijn in 2018 nieuwe schadeberekeningen gedaan waar wel uit voortkomt dat uh, dit het geval is. Um, maar wat we ook hebben gezien is dat bijvoorbeeld uh, keuzes die toen zijn gemaakt, die uiteindelijk weer zijn teruggedraaid, die zijn niet uh, geactualiseerd. Bijvoorbeeld, uh, je ziet nu dus, uh, ik had net even over die bestuurlijke keuze, dat uh, herinvoering van de. de IPO-klasse uh, 1 en 2 toernooi is gebeurd. Maar wat je dus veel ziet, is dat je polderkades ziet die nog IPO-3 uh, zijn genormeerd, waarvan je eigenlijk denkt, hè, waar, waarom eigenlijk? Dus we vermoeden dat dat dan, uh, achtergebleven, uh, dat dat dan achtergebleven is van, de van, van, van die keuzes. Dus dat kan ook geactualiseerd worden. Nou, dan ben ik bij mijn laatste slide. Um, als jullie verder nog iets willen weten over wat we aan het doen zijn, of als jullie. Nog uh, inzicht hebben, dan hoor ik het ook echt heel graag. Want het is een complex onderwerp. Wij zijn ook een beetje nog aan het uitzoeken hoe we het moeten aanvliegen. Dus ik heb even mijn, uh, mijn e-mail hieronder neergezet. En ik loop hier natuurlijk straks ook rond. Dus uh, uh, schoon niet om me aan te spreken daarover of iets. En uh, ja, laten we vooral uh, onze kennis delen, inderdaad. En samen optrekken. En uh, ja, dat, uh, dat was mijn presentatie tot nu toe. Nou, <laughs> Ik wou net wel een zijn geven dat je nog vijf minuten had, dat had. Nou, maar <laughs> Ik dacht aan het einde inderdaad een beetje van, oeh, volgens mij ben ik al lang aan het woord. Nee, maar. nee dat weet ik niet, maar ja. goed. Uh, heeft er iemand nog een vraag voor Zanne? Kan je ook even je naam noemen, want dat had ik net vergeten. Marjolein van de van provincie uit Daal. Ik wil even vragen waarom jullie dit niet samen oppakken met andere waterschappen van de provincie noord Rotterdam? En het dan als gezamenlijk advies. Ja. Ja, dat is een hele goede. Ik moet ook zeggen dat we uh, op dit moment uh, tot nu toe vooral een beetje bij onszelf hebben gehouden. Om te kijken van uh, wat vinden wij nou zelf allemaal? aan knelpunten. De volgende stap is inderdaad ook echt om, dat is waar ik nu eigenlijk al een beetje mee bezig ben, om, om hier erover te praten, om echt uh, de rest er ook bij te betrekken, om samen uh, hier een, een beter invulling aan te kunnen geven. Dus uh, ja, dat, dat zit er aan te komen. Dat, uh, dat is het inderdaad. Ja. Iemand anders nog een vraag? Ja. Uh, de volgende stap is volgens mij dat je inderdaad gaat kijken naar eventuele andere veiligheidsbenaderingen. Binnen STOA loopt, of binnen OORC loopt volgens mij ook uh, gedachten over risicobenadering. Ga je, uh, zijn er al gedachten over hoe je daarop gaat aanhaken? Um, we hebben het nu een beetje ingestoken als uh, dat we niet uh, per se hetzelfde willen gaan doen wat de STOA nu bijvoorbeeld ook al aan het doen is. Dus echt naar de veiligheidsbenadering kijken, maar meer ook bij onszelf houden. Dus kijken van, hebben we onze data op orde? Stel dat er een actualisatie aankomt. Uh, hebben we onze uitgangspunten op orde? Wat ik net al noemde, um, is het duidelijk wanneer we iets in kering vinden of niet? Um, dat is eigenlijk wat we hier een beetje als voorbereidende slag proberen te doen. Ze dus proberen niet het wiel op, op die manier heruit te vinden, maar. Uh...